Welkom! In deze video leg ik het derde deel, het laatste deel uit van het regenen met zwakke zuren en zwakke basis. En daarnaast vertel ik deze video ook even wat over bufferoplossingen, daar kom ik straks even op terug. Ook dat heeft met zwakke zuren en zwakke basis te maken. Verder geen rekenvoorbeelden of zo, dat ga je zelf maar een beetje uitpuzzelen bij de werkbouw. Nou, eerst hierover. Het derde rekenprobleem met rekenen met zwakke zuren en zwakke basis. Dit is de makkelijkste. Dit type vraag gaat over dat er heel vaak in een evenwicht bij met zwakke zuur en basis, dat het heel vaak belangrijk is om te weten wat de verhouding is tussen het zwakke zuur en het zwakke basis in je oplossing. En dat is zeker voor bij buffers ook wel van belang, zul je straks horen. Nou, en dan krijg je dit soort vragen. Dan staat er is een oplossing en er heerst dan een evenwicht tussen methaanzuur, HCOH, en methanoationen, HCO-minionen. De pH van die oplossing, die is 4,20. Dus er is een evenwicht en ik weet al wat de pH is. En wat wil ik nu weten? Ik wil weten wat de verhouding is tussen die methanoationen en die methaanzuurionen. En die methaanzuurmoleculen, moet ik zeggen. En noteer de verhouding als puntje, 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 staat tot 1. Dus stel dat de methaanzuurconcentratie 1 mol per liter is, wat zou dan de moleculariteit van de HCO- zijn? Nou, je zult zien dat het dit type vraagstuk veel eenvoudiger is en veel minder rekenwerk dan die vorige. Omdat we eigenlijk al gewoon twee onbekendes kunnen openlaten. Daardoor hoeven we niet met x te gaan werken. Maar je begint weer met hetzelfde. Je begint met de juiste reactie te noteren van het evenwicht wat hier heerst. En vervolgens ga je daar ook de KZ of de KB erbij pakken die erbij hoort. Die evenwichtsvoorwaarde die daar ook weer bij hoort. Nou, de B-delta 1 zul je zien dat je die niet nodig hebt lezen. Oké, we gaan beginnen. De pH van de oplossing is 4,20. Dat betekent dat we een zure oplossing hebben, dat er vooral HDO plus aanwezig is. Dus het is logisch om de reactie zo te gaan noteren dat de HDO plus in dat evenwicht staat. Je zult zien, dat zal ik zo ook vertellen, dat het ook kan met OM-in. Maar levert exact dezelfde eindantwoord op, de juiste manier gesteld. Maar het is net wat lastig in dit geval. Oké, dan moet dus HDO plus in staan, want dat is blijkbaar aanwezig. Dus de pH is lager dan 7. Daarnaast weet ik dat mijn reactievergelijking die ik ga noteren, altijd moet zijn van een zuur of basis plus HVO. Want daarvan kan ik namelijk die KZ of die KB namelijk opzoeken in die binas, tabel 49. Die geldt altijd voor een zuur of basis met HVO. En daar moeten we mee gaan rekenen. Dus, we gaan eens even kijken. Ik weet dus al dat mijn reactie altijd moet bevatten plus HVO. En dan is er een evenwicht. En in die evenwichtssituatie weet ik ook dat de HDO plus aanwezig is. Nou, wat moet ik nou invullen? Ik wil het verband tussen de methaanzuur en de methanoaat weten. Hoe ga ik die in de reactie plaatsen? Er ontstaat HDO plus, dus dit stofje heeft een H plus afgestaan aan HVO. Dus hier moet het deeltje staan dat de H plus kwijtraakt. Dat is natuurlijk de HCOH, het methaanzuur. Dus dan noteer ik hier HCOOH plus HVO. En dat wordt dan HCOO min plus HDO plus. En hiervan kan ik een KZ opstellen. De KZ namelijk, KZ is gelijk aan Q natuurlijk, moet ik zeggen, een evenwichtsvoorwaarde. En dan kan ik de KZ van HCOOH erbij pakken. En de KZ van HCOOH, even kijken waar die staat. Die staat hier op de linkerbladzijde, een beetje onder de helft. 1,8 maal 10 tot de macht min 4. KZ van HCOOH, als die in water doet, is 1,8 maal 10 tot de macht min 4. En daar geldt altijd voor dat het dan gelijk is aan de concentratie HCOO- keer de concentratie HDO+, gedeeld door de concentratie HCOOH. Nou, altijd als 1H+ wordt overgedragen, en want daar geldt die KZ en die KB voor, dus 1H+ wordt overgedragen. Goed, moet ik gaan uitrekenen? Nou, ik moet de verhouding tussen deze twee uitrekenen. Dus als ik die HDO plus kan invullen, pak ik er eigenlijk al, zul je zien. En die HDO plus concentratie kan ik uitrekenen, want ik weet de pH van de oplossing, die is 4,20. En die kan ik dus omrekenen. Dus wat ik kan doen, is gaan zeggen, de HDO plus concentratie, die is gelijk aan 10 tot de macht min pH. Dus 10 tot de macht min 4,20. Ik heb hem ook alvast uitgerekend hier, 6,310. 3,10 maal 10 tot de macht min 5 molar. Goed, en dan kan ik hem gaan invullen.
Ik zei net al, je kan deze berekening dus ook doen met een andere reactievergelijking. Je kan namelijk ook de reactievergelijking pakken dat er niet plus H2O staat. En dat is een evenwicht. En dat er HDO plus ontstaat, maar ook OH min. Dat kan. Het is een beetje gek, want de pH is lager dan 7. Dus je denkt, ja, is vooral HDO plus aanwezig. Maar ik heb jullie een keer verteld dat in een waterige oplossing er altijd een evenwicht heerst. Tussen HDO, met HDO plus en OH min, die zijn een evenwicht met watermoleculen. En als de HDO plus concentratie relatief groot is, is er weinig OH min relatief aanwezig. En andersom, dan heb je zure oplossing. Als een basisoplossing is er veel OH min. Maar je kan dus wel rekenen aan OH min. Er is een verband tussen de HDO plus en OH min. En dat betekent dat je dan de reactie wel zo noteert. Dan wordt het HCO min, dat is de basis. En als die met water reageert, ontstaat de HCOH met OH min. Als je hier nu de KB van HCO min pakt, je gaat vanuit de pH 4,20 omrekenen naar de POH, je berekent de OH min concentratie, je gaat het invullen, kom je op exact hetzelfde antwoord straks uit. En dat is ook helemaal juist. Dus dat mag altijd ook. Maar ik heb dat alvast even verteld. Gaan we nu weer even terug naar die berekening hier zo. Nou, deze moeten we nog even verder gaan invullen. Ik weet de HDO plus concentratie, die kan ik hier invullen. En deze twee laat ik onbekend, want daar wil ik de verhouding tussen weten. Nou, wat levert dat op? 1,8 maal 10 tot de macht min 4 is dus gelijk aan de concentratie HCOO min keer 6,310 maal 10 tot de macht min 5. Gedeeld door de concentratie HCOOH. Nou, deze kan ik eventjes gaan omschrijven, want ik wil deze verhouding weten. Dus wat ik bijvoorbeeld kan doen, is beide kanten even delen door 6,310 maal 10 tot de macht min 5. Dus deze deel ik door 6,310 maal 10 tot de macht min 5. Dan moet ik het aan de linkerkant ook doen. 6,310 maal 10 tot de macht min 5. En dat is een handig trucje, want die gedeelte die is gewoon 1, dus die kan je tegen elkaar wegstrepen. Oftewel, als ik deze nu ga uitrekenen, dan moet ik die delen door die. Ik ga eventjes deze aan de linkerkant zetten nu, HCOO min, gedeeld door de concentratie HCOOH, is dus gelijk aan, ik ga die even uitrekenen, daar komt blijkbaar uit 2,853. 2,853. Dit is dus wat er uitkomt. Als ik deze deel door die, dan komt er 2,853 uit. Dan moet ik de verhouding noteren als staat tot 1. Maar let eens op, deze 2,853 is natuurlijk hetzelfde als 2,853 gedeeld door 1. Dit betekent dus dat als de HCOH-concentratie 1 is, dan zal de HCO-min-concentratie 2,853 keer zo groot zijn. Dus de verhouding is 1 staat tot 2,853. En ik heb dus mijn antwoord al te pakken. 2,9 staat tot 1, want significantie, twee cijfers achter de komma de pH-waarde. Dus deze ook twee significante cijfers. Geen logaritmische waarden, gewoon normale regels. 2,9. En dit is dus mijn antwoord. Je mag het ook zo gewoon laten staan. Dat vind ik ook helemaal prima. 2,9 gedeeld 1. Maar je moet wel in ieder geval niet 2,9 laten staan. Maar eventjes zo noteren als daar staat. Goed. Dit is hoe je dus verhoudingen berekent daartussen. Ik zei al, ik ga in deze video nog één andere ding behandelen. En dat is ook nog eventjes de buffers. En dat hangt hier een beetje mee samen. Wat zijn buffers nou eigenlijk? Nou, in de natuur komen heel veel bufferoplossingen voor. Bijvoorbeeld ons bloed, die bevat een bufferoplossing. Nou, wat doet een bufferoplossing? Een bufferoplossing die zorgt ervoor dat de pH niet zo makkelijk verandert van een oplossing. Dus als je een klein beetje zuur toevoegt of een klein beetje base, dan wordt dat weggevangen door de aanwezige stofjes. En die zorgt ervoor dat die pH gewoon lekker constant blijft. Ik geloof dat die in ons bloed iets van boven 7 is, laten we zeggen 7,60, weet ik even niet in mijn hoofd. En dat betekent dus dat dat heel handig is. Want als die pH constant is in jouw bloed, dat is heel belangrijk voor alle biochemische processen die er plaatsvinden in ons lichaam. Jullie hebben misschien bij biologie al geleerd dat enzymen zijn. Dat zijn katalysatoren, die versnellen een reactie zonder daarbij zelf verbruikt te worden. En die enzymen die hebben een bepaalde pH-optimum. Bij een bepaalde zuurtegraad, bepaalde pH-waarde, werken ze het allerbeste. En dat is dus belangrijk in jouw lichaam, dat die zuurtegraad dus ook altijd constant blijft. Anders gaan die enzymen ook zelfs kapot. Als ze te hoog wordt de pH of te laag, dan werken ze niet meer, gaan ze zelfs kapot. Dus heel belangrijk. Dus in ons lichaam zijn daarom allemaal buffersystemen. Een hele bekende in ons bloed is die van koolzuur, H2C2O3.
komt natuurlijk uit CO2 wat we inademen. En die is voor het buffersysteem met HCO3 in. Nou, hoe maak je nou in het algemeen zo'n buffer? Een buffer wordt gemaakt door een best wel hoge concentratie te pakken van een zwak zuur en zijn bijbehorende basis, een geconjugeerde basis, betekende bijbehorend. Hè? Voorbeeldje daarvan is bijvoorbeeld als je dus net als de vorige uitleg had, je hebt methaanzuur en methanoaat. En als je die beide in een behoorlijk hoge concentratie in oplossing hebt en die verhouding tussen die twee is maximaal altijd 1 staat tot 10 of 10 staat tot 1, liever wil je nog dat ongeveer gelijk is, dus 1 mol van die en 1 mol van die, mol verhouding 1 staat tot 1, dan heb jij een oplossing gecreëerd die ervoor zorgt dat de pH niet zo verandert. Hoe komt dat nou? Nou kijk, stel dat ik nou, dit in mijn systeem zitten en ik voeg een klein beetje basen toe, dan zal die basen gaan reageren met die HCOA, want die is voornamelijk aanwezig, heel veel van die deeltjes. En als die wegreageert, verdwijnt er een klein beetje HCOH, dat wordt dan HCO-min, die plukt het H-plusje eraf. Maar omdat er zulke hoge concentraties zijn, is dat kleine beetje OM-in wat er wordt toegevoegd, dat verandert bijna niet de concentratie van deze. Waardoor het evenwicht bijna niet wordt verstoord en ook de concentratie HNO-plus gelijk blijft, dus de pH gelijk blijft. Dit werkt dus niet als je echt grote hoeveelheden gaat doen. Dus ik raad je het af om een grote hoeveelheid een aantal logen in je bloed te spuiten, dan werkt jouw buffersysteem niet zo lekker. Een paar druppeltjes, geen probleem, kunnen we aan in ons lichaam. Datzelfde geldt als je zuur toevoegt. En zuur gaat juist je H-plus afgeven, een HCO-min, die wordt omgezet in HCOH. Die concentratie is zo hoog dat een kleine verandering niet zo'n groot probleem oplevert. Nou, hoe maak je nou die oplossing? Dat is ook nog iets waar ik het als laatste even over wil hebben. Je moet dus weten dat een buffer iets is dat ervoor zorgt dat de pH nauwelijks verandert. Dat hij altijd bestaat uit een zwak zuur met zijn geconjugeerde basen. En je moet weten hoe ze worden gemaakt ook. Het is vrij simpel om dat te maken. Een bufferoplossing maak je door een zwak zuur of een zwakke basis te pakken. En die laat je voor de helft ongeveer wegreageren. Bijvoorbeeld dat methanoaat, methaanzuur, als je dat dit evenwicht wil creëren, ga je deze laten reageren in een aflopende reactie met natrolog. Dit is wel een aflopende reactie, want dit is een sterke basis. Die zet het HCO H om in HCO min en H weer. Stel nou dat je het begin bijvoorbeeld 1 mol van deze hebt, 1 molair, maak ik er even van. Dan ga je bijvoorbeeld, laat ik gewoon even mol pakken. Stel dat ik 1 mol methaanzuur pak en ik voeg daar een halve mol natrolog aan toe. Wat gebeurt er dan bij de reactie? Nou ja, eventjes B delta 1 noteren. Dit is een aflopende reactie, dus hij gaat helemaal opraken, die beginstof. Maar deze is een overmaat. Dus deze gaat opraken. Er verdwijnt een halve mol van die OAmin. Dat betekent dat er ook een halve mol van die haven aan die HCOOH verdwijnt. Dus na de reactie is er nog een halve mol over. Dat was een overmaat van de HCOOH. En wat er ontstaat is een halve mol van die methanoaat. En daar was in het begin dus niks van. Dus een aflopende reactie. Dus in het begin was er niks van. Dat hebben we omgezet. En we hebben nu een halve mol van die. En je ziet, doordat ik een zwak zuur met een ondermaat een te kleine hoeveelheid OM-in toevoeg, dan wordt het omgezet en hebben we deze in dit geval in de molverhouding 1 staat tot 1. Ik heb een behoorlijke hoeveelheid HCOA en eenzelfde hoeveelheid HCO-min. En dat gaat meteen automatisch een buffersysteem worden. Je kan zelfs weten wat de pH van deze bufferoplossing ongeveer gaat zijn. En dat is namelijk die logaritmische waarde van de KZ, in dit geval van die HCOH. Als we er even naar kijken, de HCOH die heeft een KZ van 1,8 van 10 te macht min 4. Als we daar een log van nemen, de PKZ noemen, heet dat ook wel, dan is die 3,75. En een bufferoplossing van HCOOH zal dus meestal een pH van ongeveer rond de 3,75 hebben. Het hangt natuurlijk wel een beetje vanaf of het in de molverhouding 1 staat 1 is of niet. Als het 1 staat 1 is, is het trouwens exact 3,75. Maar als het iets meer of minder is, dan zal het een klein beetje verschillen. Nou, en zo kunnen wij dus in de scheikunde bufferoplossing maken. Vinden wij heel handig, want niet alleen het lichaam is nodig, maar ook bij allemaal scheikundige reacties die in het lab uitvoeren, is die pH heel erg van belang. Die beïnvloedt enorm de reactie. En dat kunnen we dus zorgen dat het constant blijft tijdens een reactie, door te zorgen dat het in een bufferoplossing plaatsvindt. Wat voor opgave je daarmee kan maken, zul je zelf ervaren bij de werkbladen. Succes daarmee!